Jongens, geen ruzie maken, hè? Jongens, hè? Kom op, hè? Gewoon die gipsplaat aan de beneden, voor de rest, hè? We zijn hier bezig met een renovatie. De renovatie van een redelijke nieuwbouwwoning. Nou, bestaat, het is al een jaartje of 20 is het gebouwd. En onze taak even om hier een mooie woning van te maken. Boven had je een oude badkamer die hebben we weggesloopt. Dat wordt ook weer een badkamer. Maar beneden had je dus de keuken. Als je binnenkwam had je gelijk de keuken. Die hebben we weggehaald. En we hebben alle muren daar. De scheidingsmuur hebben we weggehaald. En we gaan daar beneden gaan we dus een sauna plaatsen. Met een inloopdouche en een bad en een jacuzzi. En de wc die wordt ook verplaatst. Kortom, maar er wordt een hele mooie renovatie. En we lopen even naar binnen, ga ik jullie een kleine rondleiding geven. Doet hij het of niet? Je moet er een beetje olie op smeren. Olijfolie. Dit was vroeger de oude keuken, die hebben we weggehaald. En we hebben ook de scheidingswanden weggehaald. Om de sauna zo groot te maken, maar ook om de inloophal, en van de hal als je binnenkomt, om die zo groot mogelijk te maken. Want die hebben nu op dit moment heb je daar het wc. Dit is het wc, die gaan we ook weghalen en we gaan hier een garderobekast maken. En ook om het halletje hier zo breed mogelijk te maken. Zoals jullie zien, hier zijn alle muren weggehaald. Kijk, al deze muren zijn weggehaald. Hier komt een originele sauna, lekker van echt hout, wat het echt het mooiste is. Hier krijg je een inloopdouche en hier krijg je een bad met een wastafelmeubel. En we gaan de muren hier zo gaan wij zodanig zetten dat het allemaal heel goed past. I'm gonna rock you, rock my baby, don't you cry. Dit is de woonkamer, een vrij grote woonkamer. En daar achter mij krijg je dus een hele mooie keuken. Dus de keuken wordt bij het leefgedeelte bij betrokken. Dit is de keuken en we hebben de leidingen al aangelegd en de leidingen moesten we in de muur maken omdat er geen leidingruimte achter de apparatuur is. Waar ik kan je vertellen, we hebben echt de hele dag zitten hakken, want dan moest een afvoertje van 50 mm erin. Geloof me, de buren die kwamen zelfs klagen en was helaas precies een dag dat hun zoon bezig was met zijn eindexamens. We hebben daar wel rekening mee gehouden, alleen het is natuurlijk echt lastig. Dus jongens, als je gaat hakken, kun je bij mij een machientje kopen met een geluiddemping. Dit is het dakterras en het is een hele grote dakterras en we gaan hier een mooie bankierij hout plaatsen. Dat het echt van dat mooie gevoel geeft, dat heerlijke vakantie, vrije tijdsgevoel met een mooie serre. Dus kortom, het wordt een hele mooie project. Alleen, er is werk aan de winkel jongens, er moet een hoop gebeuren om het hier voor elkaar te krijgen. Nou, dit is de badkamer boven en je ziet, Fieke is al lekker bezig geweest. Die heeft hier de betimmering van het bad heeft hij al voorbereid. Dat ziet er hartstikke goed uit. We gaan hier een nisje maken. Hier, en hier achter mij heb ik de wc ingebouwd. Ik moest hier heel veel ruimte winnen. Dat was eerst hier een leidingsschacht. Die heb ik als eerst weggehaald. En ik heb mijn inbouw wc stuk naar achteren ingebouwd eigenlijk in de leidingsschacht. Er liep ook een ventilatiebuis naar boven. En ik heb precies de voorkant van het inbouw wc gelijk gehouden met de voorkant van de buis. En toen gelijk een gipsplaatje erop gezet. Het was wel even wat werk. Alleen het grote voordeel nu, mijn telefoon. Het grote voordeel is nu dat wij bijna 15 centimeter hebben gewonnen. Waardoor je dus nu meer beenruimte hier hebt. En omdat we natuurlijk hier ook een wastafel gaan plaatsen, dan past dat allemaal veel beter. En daar gaat het om jongens. Goed nadenken wat je aan het doen bent, zodat je later zoveel mogelijk uit je ruimte kunt halen. En ik ga nu mijn telefoon opnemen. Met allemaal een goede dag. Hoi, hotel. Hey, hallo. Abdoe, ja, jij moet kapje. Nee, misschien is hij niet voor jou. Mij, ja. Afblijven man. We gaan nu eventjes een bad halen. We hadden eerst een bad ergens besteld, alleen dat was een onwijs lange levertijd. Daar kunnen we niet op wachten. De werkzaamheden lopen verspoedig, dus we kunnen daar niet langer op wachten. Dus we hebben even snel op internet gecheckt en we hebben een bad hier in de buurt kunnen regelen. Eigenlijk precies hetzelfde bad, dezelfde afmeting. Dus we gaan die nu even halen. Wat ben je aan het doen? Ik ga spoelen halen. Chill. Ja.
Wat denk je? Laat maar zitten. Nee, joh. Echt niet. Altijd, altijd bezig. Geen grapje. Je hoeft niet boos te kijken. Dat is gewoon meer boos te kijken. Trouwens, is, als ik, ik heb nu niet, ik heb een camera in mijn hand. Is dat ook verboden met de telefoon, of niet? Hè? Ja. Ik weet niet eens of ik zo mag rijden. Wat denken jullie, jongens? Ja. Boete voor een camera. Ik kan ook mijn bellen afdoen. Hallo? Hallo? Ja, kan. Met sms'en. Het is jammer, ze hebben niet op voorraad. Voorraad klopt niet helemaal. Maar we gaan voor ploegen bellen. Dat is een bedrijf die eigenlijk heel veel dingen op voorraad heeft. En even kijken of ze wat voor mij kunnen betekenen. Cor, met Anno, goeiedag. Hi, ik heb je net even een fotootje gestuurd via de WhatsApp. Kun je even kijken of je een soort gelijke bot op voorraad hebt? Precies dus tussenin. Oké, dat is mooi. Nou, ja, dan, hij heeft op zich wel een beetje die vierkante. Kijk, want deze heeft dan die zachte ronding. Ja. Maar wel aan de, zullen we zeggen, het voetend, hoofdend is hij wat strakker. Ja. En wij hebben dus dat hij eigenlijk volledig rond is aan de binnenkant. Of hij is volledig strak aan de binnenkant. Oké, nou doe maar gewoon wat het meest op lijkt. Dus ik denk gewoon. Dan maakt het niet uit. Dan doe ik die strak. Doe maar die strakke, vind ik goed genoeg. Ja? En op de Binkhorst? Wat is het snelste? Ja, doe maar Binkhorst slaan. Ja, doe maar ook een sifonnetje erbij. Ja, wat poten en een overhoofd. Ja, is goed. Dankjewel, man. Nou, het bad zit erin. We gaan nu snel terug, want we hebben echt veel tijd verloren. Maar goed, het is beter dan weken te moeten wachten op een bad die we online hebben besteld. Dus die gaan we gewoon annuleren. Zodat werkzaamheden gewoon lekker vlot kunnen gaan. Het zijn hele handige dopjes, eigenlijk verlemde dopjes. Die steken lekker flink uit. Hè. Maar ja, in dit geval is het niet zo handig, want ze steken te ver uit. Dus we krijgen onze bad niet zo makkelijk erop. De speaker is hem nu lekker aan het afzagen, zoals jullie daar zien. Ja, en dan gaat hij wel passen. Hartstikke zwaar werk, maar je moet je momenten gewoon pakken. Je moet gewoon genieten. Dan weet je waarvoor je het doet. Heerlijk, Abdo. Ja. Hé, al klaar. Ja. Hallo. Hoi. Koekie is niet voldoende. Ik ga even ruzie maken binnen. Het is het winkelcentrum van Nooddorp. Best wel gezellig hier. En vandaag is ook geloof ik een marktdag, hè, Abdo? Kijk, dat zijn ze. Met twee croissantjes. Ja. Oh, merci beaucoup. Ja, super. Ja, dankjewel. Nou jongens. Heerlijk. Die hebben we niet nodig. Het was een heerlijk bakje, jongens. Super gezellige winkelcentrum in Nooddorp hier, jongens. Nou, Abdo gaat nu samen met de Fikri de badkamer en de sauna verder bouwen. Ik ga nu onderweg naar andere projecten om te kijken of het allemaal goed gaat. En je moet het natuurlijk goed in de gaten houden dat het allemaal goed verloopt. Ik ga jullie wekelijks proberen op de hoogte te houden met een vlog. Het verloop van deze mooie sauna/badkamer-renovatie. Jongens, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf op de hoogte. En voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!